Mondays. We gaan er dadelijk kennis mee maken. Ze zijn met de hele band hier binnen. De temperatuur begint te stijgen in deze studio. Maar voordat we met de Skip Mondays gaan praten, gaan we eerst praten met de organisator, waardoor de Skip Mondays in feite in de picture zijn gekomen. En naast mij heb ik zitten... Gewoon. En jij bent van de organisatie? Klopt, ja. Een van de mede-organisatoren van de Dutch Battle of the Coffee Bags. We zijn vast jullie weer aan de studio in, met niemand minder dan Emiel den Tex. Emiel den Tex, onder andere producer van Alicia Keys, Paul Young, etc. Dus geen kleine jongen in de mixage, zullen we maar zeggen. Nee, dus hebben we dat niet mis? Nee, en daarna zeg maar, gaat de single die uitgebracht wordt ook daadwerkelijk geplukt worden. Maar er zijn geen verstrengende belangen daarnaast? Als geen contractuele verplichtingen, et cetera, met de organisatie, absoluut niet. Nee, willen we ook niet. Okay. Want dan zouden we belang hebben bij een uiteindelijke winnaar. Wat dragen jullie uit? Wat kofferen jullie? Wat doen jullie allemaal? Nou, wat doen wij allemaal? Wij doen eigenlijk verschillende muziek, verschillende liedjes die we eigenlijk te horen brengen. Maar waar ligt jouw persoonlijke liefde? Ja, mijn persoonlijke liefde, nou, die zit hier naast me. En daarnaast in de muziek zit de persoonlijke liefde vooral in de zang met toch net een tikkeltje... iets anders of net iets meer of melodieuzer of nou ja. Jullie hebben deze competitie meegemaakt. Ja. Die startte in januari. Het duurde bijna tot en met oktober volgens mij dat de winnaar bekend werd. 10 maanden. Wat is er in die 10 maanden allemaal gebeurd? Hoeveel rondes heb je moeten spelen? Nou, we hebben volgens mij 4 rondes gespeeld. En we zijn eigenlijk door al die rondes heen, door die tijd heen... zijn we continu wel bezig geweest om de puntjes op de i te zetten, om dingen te verfijnen, om misschien sommige keuzes nou juist met liedjes weer te veranderen. We hebben ook een bandcoaching gehad, nou dat was helemaal super, hartstikke leuk, hebben we hartstikke veel aan gehad. En dus we zijn gewoon ook als band, denk ik dat we door de 4 rondes ook gegroeid zijn en meer eigenheid hebben gekregen en Dames en heren, in de winkelaarshow heb ik de volgende gasten. De volgende gasten zijn ook prijswinnaars. Ze zijn namelijk de winnaars van... The Dutch Battle of the Coverbands. Nee, maar de basis om Anouk te coveren, die bestond uit inderdaad, omdat het lekkere muziek is. En dan denk je bij jezelf van nou, daar kunnen we iets mee. Nee, dat is heel afwissend ook. Dus je kan best wel veel keuzes maken. Je hebt stevige nummers, mooie ballads. Een beetje, wat we net deden, funky nummers. Dus je hebt heel veel keus. Dus je hebt natuurlijk een groot repertoire, dus het is leuk om te spelen. Ga ik even naar de zangeres toe. Ja. Als je nou naar een hoek kijkt, aan optredens, heb je natuurlijk veel bestudeerd, veel bekeken, veel gezien. Heb je zo live gezien? Ja, wel een paar keer. Uh-huh. En wat vind je dan van haar de beste nummers? De uptempo nummers of de ballads? Uptempo. En wat is je eigen voorkeur? Uptempo of ballads? Uptempo. Dus de ballads die... Ja, is ook wel leuk soms, maar liever gewoon keihard knallen. Wat? Een beetje het rauwe. Van ja, dat is wel lekker. En rammen. Ja. Rammen, beuken, kortom slopen. Ja toch, dat is wel lekker. Ja, nou. Nu ben je met Loekje bezig. Je hebt deze prijs gewonnen. Wat nu? Zoveel mogelijk optredens proberen te doen. Nee, we hebben een website, dat is www.dutchbattleofthecoverbands.nl en daar zit een inschrijfformulier in, daar kan je jezelf aanmelden. En dan moet je zelf iets uploaden, neem ik aan, of niet? Of, moeten de deelnemers iets laten horen voordat ze gaan meedoen aan de competitie? Nee, absoluut niet. Nee. Dus je kunt coverbands tegenkomen waarvan je denkt van, misschien toch nog een paar jaar oefenen. Kan. Okay. Maar ook die mensen moeten een platform geboden worden, zeg maar, om toch een opstapje te krijgen. Ja. En met de neus de goede richting ingezet worden natuurlijk.